Jurie Loen, na 3 nederlagen op rij, hoe is de sfeer bij Almere City FC? Ja, die is natuurlijk niet zo goed als het eerst was. Natuurlijk. Je hebt 3 wedstrijden op rij verloren. Maar we zijn met iets nieuws begonnen en dat heeft ook tijd nodig. En hopelijk kunnen we snel die omslag maken morgen. Is het sportieve crisis momenteel bij Almere City FC? Ja, wij willen meer en we hebben ook de groep omhoog te eindigen. Alleen op dit moment komt dat niet helemaal uit. En wat ik al zei, we moeten nu ook tijd geven. We beginnen weer met iets nieuws, nieuwe formatie. Als we maar snel de weg omhoog kunnen vinden, want we haken nu toch wel langzaam af. En we moeten snel weer de weg omhoog pakken. En vorig jaar hebben we dat ook meegemaakt en uiteindelijk hebben we het goed opgepakt. En hopelijk gaat het dit jaar weer gebeuren. Wat is dat nieuwe wat jullie proberen op te starten? Ja, we hebben een ander systeem de hele tijd gespeeld. En nu speel je toch weer eigenlijk een 4-3. En dan moet je toch weer op details gaan wijzen. En is het toch weer een andere manier van spelen, een andere manier van aanwijzingen die worden gegeven. En daar wordt weer wennen. En we zijn nu een paar dagen onderweg. En je ziet wel verbetering in. En nu moeten we zorgen dat het ook resultaat gaat boeken. Ben je er blij mee met die systeemverandering? Ligt dat jullie beter? Ja, blij mee. In ieder geval vorig jaar hebben we hier goed voetbal mee laten zien. En de punten gepakt en het publiek vermaakt. En dat is toch wel iets wat we graag willen. En laten we beginnen met vrijdag. Een paar weken geleden sprak ik jou na de wedstrijd tegen NAC. Toen was het euforie. En daarna volgde eigenlijk kansloze nederlagen. Met Cambuur, met Den Bosch. Afgelopen maandag tegen Utrecht. Heb je daar een verklaring voor? Hoe kan het zo in één keer als een plumpudding in elkaar zakken? Na zo'n goede performance tegen NAC? Ja, goede vraag. Ik moet zeggen dat we afgelopen maandag eerste helft op zich wel aardig hebben gevoetbald. Alleen kreeg 1 kans weggelegd doelpunt. En Max zelf creëren we ook te weinig. Maar Max zelf ook geen doelpunt natuurlijk. Maar ja, wat ik al zei, het zijn wat dingen veranderd nu. Nieuwe trainer, trainers ontslagen. Ander systeem. En we moeten zorgen dat we zelfvertrouwen weer gaan opkrikken. Want ik heb ook de uitreken gezien van ons afgelopen tijd. En dat is, zijn weinig winsten in behaald. En dus we moeten snel weer punten gaan pakken en zelfvertrouwen gaan kweken en de weg omhoog gaan vinden. Ja. Je bent een van de weinige spelers met een beetje routine binnen de selectie. Voel jij je ook verantwoordelijk? Natuurlijk. Ja, maar ik denk dat iedereen zich wel verantwoordelijk voelt. Want we eisen van elkaar meer. We weten dat we ook beter kunnen. Dat hebben we ook naar elkaar uitgesproken. Alleen op het veld laten we dat soms na. En Ole geeft ook aan van... Geloof nou in jezelf. We weten dat we goed kunnen voetballen. We weten waar we heen willen. Zorg dat je daar komt natuurlijk. En we moeten wel geduld hebben daarin. Maar dat het nu niet goed gaat is wel duidelijk. Ja. Maar jullie gaan de crisis bezweren? Ja, en dat gebeurt morgen.